Goed je ook hebt leren breien, bij wiskunde is het niet toegestaan. Bij het nakijken van wiskundetoetsen komen wiskundedocenten heel veel dezelfde fouten tegen. We hebben een aantal van deze fouten voor jullie op een rijtje gezet. Afronden. Soms moet je je antwoord afronden, bijvoorbeeld op 2 decimalen. Decimalen zijn de getallen achter de komma. Als je dan je antwoord afrondt op 3 decimalen, is het niet helemaal goed. Soms moet je ook logisch afronden. Zo moeten 10 kinderen 3 vierpersoons bootjes huren. En natuurlijk niet 2,5 bootje. Berekeningen. Bij wiskunde is het heel belangrijk om je berekeningen op te schrijven en niet alleen je antwoord. Ook als je die berekeningen in je hoofd hebt gedaan, moet je toch opschrijven wat je gedaan hebt. Want in een wiskundetoets krijg je daar punten voor. En het is toch zonde om die te laten liggen. Breien. Dit is echt iets anders dan de sjaal die je oma voor je breidt. Bij wiskunde noemen we het breien als je een som achter elkaar opschrijft, terwijl dat eigenlijk niet kan. Neem als voorbeeld de som 3 keer 4 plus 5. Als je opschrijft 3 keer 4 is 12 plus 5 is 17, dan is dat breien. En dat is fout, want je zegt eigenlijk dat 3 keer 4 17 is. En dat is niet zo. Deze som moet je juist opschrijven als 3 keer 4 is 12, 12 plus 5 is 17. Eenheden niet opschrijven. In sommige sommen zit een eenheid verstopt. Als die in de opdracht zit, moet die ook in je antwoord terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan geld, aan gewicht, aan afstanden. Dus zeg nooit, de inhoud van een fles is anderhalf, maar de inhoud van een fles is anderhalve liter. Tekenen met pen. In de onderbouw van de meeste middelbare scholen moet bij wiskunde met potlood getekend worden. Bij je eindexamen moet het dan weer verplicht met pen. Vraag bij je docent na wat jij moet doen, want als je de verkeerde pakt, kan het punten kosten. We hopen dat je van andermans fouten wilt leren en dat jij het vanaf nu gewoon goed doet. Bedankt voor het kijken van Wiswereld. Volg ons ook op social media. Vergeet vooral niet naar youtube.com/wiswereld te gaan en te abonneren. Tot de volgende keer.